Oké, hallo allemaal. Vandaag ga ik echt een heel ander soort video opnemen dan jullie van mij gewend zijn. Ik ga namelijk de Stripped Down Challenge doen. En ja, ik ga nu niet helemaal de oorsprong van deze challenge uitleggen. Maar wat in ieder geval het idee ervan is, is dat je in ieder geval 10 minuten lang een video opneemt waarin je helemaal niet mag knippen. Dus al je versprekingen en zo en alle stiltes die vallen, die laat je er gewoon in. Alle keren dat je even je haar goed doet, normaal gesproken, zien jullie. En dat is eigenlijk om te laten zien dat achter iedere video gewoon een normaal mens zit die ook ja, lekker veel blundert. En dat je gewoon echt jezelf laat zien. Dus ik ga nu de timer op mijn telefoon aanzetten op 10 seconden. Dat zou heel makkelijk zijn. Nee, 10 minuten. En 10 minuten. En dan ga ik gewoon praten en dan kijk ik of ik het 10 minuten of iets langer vol kan houden. Hij staat nu aan. Nou, en ik had eigenlijk vooral ook heel erg de behoefte om deze video op te nemen. Omdat ik gewoon het met jullie ergens over wil hebben. Wat ik heel erg merk bij mezelf de laatste tijd. En wat best wel te maken heeft met YouTube. Trouwens, mijn haar is niet vet, maar het is nog nat. Ik heb het net gewassen, mocht je het je afvragen. Ik heb het expres in een staart gedaan, zodat ik er hopelijk niet zo heel erg veel aan zit. Want als mijn haar los is, dan doe ik echt tussen iedere paar zinnen even mijn haar weer goed. Dat is echt heel erg. Maar ja, waar ik het eigenlijk over wil hebben, is over de focus die ik de laatste tijd heb op YouTube. Hoe die nu ligt. Want ik merk echt heel erg aan mezelf dat ik gewoon te veel let op mijn views en op de duimpjes omhoog en op de abonnees. En dat komt ook gewoon omdat ik vakantie heb en ik heb me besloten, omdat ik heel erg hou van filmpjes op YouTube maken, om me daar helemaal op te richten. Wat ik echt super leuk vind, want geloof mij, ik vind het ook echt heel leuk om die filmpjes te maken. Maar daardoor komt iedere dag wat online en let ik gewoon zo erg op dat het gewoon niet helemaal leuk meer is of goed is. Want ja, ik zie gewoon heel erg dat als ik kijk naar een jaar geleden. En ik ga dit gewoon eerlijk zeggen. Ik weet dat jullie dit allemaal zien. Dat voor hetzelfde geld merken dit zien of zo. Maar het is gewoon de waarheid. En ik ga daar niet moeilijk over doen. Maar dat mijn views gewoon ongeveer hetzelfde zijn. Niet echt omhoog zijn gegaan. En die zijn sowieso, ja, vooral nu in de vakantieperiode, niet echt heel hoog. Op shoplogs na en zo. Maar ja, dat is altijd zo. En de duimpjes worden minder. En ik heb gelukkig wel de reacties die ik krijg zijn altijd heel erg leuk. En dat vind ik ook echt het allerleukste. Maar ik vind het zo stom van mezelf dat ik er zo op let. Want weet je, dat zou niet de focus moeten zijn. En het is niet dat ik daarom de inhoud van mijn video's verander. Want ik ben echt op mezelf in mijn video's. Ik doe wat ik leuk vind. Maar ik merk toch, ja, ik hou heel erg van die bevestiging die de views je geven en de duimpjes omhoog en dat je ziet dat je groeit. En dat werkt ook een beetje verslavend of zo. Dat klinkt heel erg stom misschien. Maar ik merk heel erg dat als een video een tijdje online staat en er komen niet meer echt nieuwe reacties binnen en zo, dat ik gelijk iets nieuws online wil zetten. En ik vind dat eigenlijk best wel iets waarvan ik nu opeens denk, wow, dat is best wel erg dat je dat hebt. Ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat helemaal goed is of zo. Blijkbaar heb ik dus wel heel erg behoefte aan die bevestiging om te horen dat wat ik doe leuk is. Of ik vind dat een beetje, ja, misschien zelfs een beetje oppervlakkig van mezelf. Maar het is gewoon de waarheid. Ik zie natuurlijk ook om me heen. Het gaat trouwens echt helemaal niet goed. Jongens, ik heb de timer op 9 uur gezet en 57 minuten. Nou, dat doe ik jullie niet aan. Maar goed, ik kijk dus gewoon. Ik ben nu zeg maar 3 minuten aan het lullen. Als de 56 op 50 staat, ben ik 10 minuten aan het praten. Nou ja, goed. Waar was ik? Dit is dus heel chaotisch. Oh ja, ik zie natuurlijk ook wel om mij heen op YouTube dat er echt heel veel kanalen echt als paddenstoelen uit de grond schieten. Die misschien niet evenveel abonnees hebben, maar echt heel veel views. En ja, gewoon hartstikke goed lopen. En ik ben echt totaal geen misgunnend persoon. Ik gun dat ze echt heel erg. Ik volg zelf ook heel veel kanalen. Ik vind dat heel erg leuk om te zien. Maar ik ga natuurlijk alweer een paar jaar mee op YouTube. En ik heb het geloof ik al eerder gezegd. Maar de kijkers die ik 4 jaar geleden had. Die dus op mij geabonneerd zijn toen ik begon. Die misschien kijken ze geen YouTube meer. Hebben ze nog wel een account. Misschien kijken ze nog wel YouTube. Maar hebben ze inmiddels zoveel mensen die ze volgen. Dat ze gewoon het niet bijhouden.
Of ja, je weet het niet. En ik zie ook gewoon iedere dag, omdat ik nu iedere dag upload, als ik een video upload, dat er eerst mensen afgaan voor de nieuwe mensen bij je komen. Daardoor groei ik gewoon langzaam. En het is niet erg en het is logisch en ik heb al een heel mooi bereik. Maar wat ik dus vooral hiermee wil zeggen is, ja, ik vind het gewoon niet goed om te merken aan mezelf dat ik er zo mee bezig ben. Want het boeit mij ook niet. Ik kijk ook video's van hele kleine YouTubers en daar geniet ik evenveel van. Dus ik snap niet waarom het zo van wat me doet of zo. Of het is niet dat ik er emotioneel van word, maar dat ik er zo mee bezig ben. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, dat eigenlijk. En ik merk ook aan mezelf de laatste tijd dat als ik dan een video aan het filmen ben en ik merk dat ik er enthousiast van word en ik ga dan nadenken waarom word ik enthousiast, dat vaak een van de voornaamste redenen is dat ik denk dat jullie de video leuk gaan vinden. Terwijl ik eigenlijk wil dat ik enthousiast word omdat ik denk dat het een goede video wordt waar ik zelf tevreden over ben. En dan wil ik niet zeggen dat ik dus dingen opneem die ik niet leuk vind, want dat doe ik niet. Ik maak bijvoorbeeld bijna nooit DIY's omdat ik daar heel kriegelig van word. Dat vind ik niet leuk. Ik weet dat veel te willen zien. Nou ja, zo noem ik maar even wat. Maar toch, allemaal dat soort dingetjes die gewoon wel heel erg aangeven dat ik er iets te veel mee bezig ben hoe een video ontvangen wordt. En dat het een beetje addicting werkt. Je wilt steeds iets meer en het is misschien niet snel meer genoeg. Ja, en ik ben heel erg benieuwd hoe lang jullie me eigenlijk al volgen en hoe jullie me ontdekt hebben en wat jullie nou heel leuk vinden aan mijn video's en wat misschien minder leuk. Laten we gelijk even deze video gebruiken om hele eerlijke meningen te krijgen. Dus gaan jullie ook maar lekker los in de comments. Gewoon de ongeknipte versie. Want het kan me alleen maar helpen. En aan de andere kant denk ik, ja, Sarah, als je dat doet, ben je dus weer bezig met hoe het ontvangen wordt. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje waar een kanaal op draait. Je kunt wel heel stoïcijns alleen maar doen wat jij denkt dat goed is. Maar het is ook wel goed om rekening met je kijkers te houden. Nou ja, wat ik dus wil zeggen is dat ik daar een beetje een balans in wil zoeken. En dat ik gewoon wil voorkomen dat ik er te veel mee bezig ben. Want als ik aan de andere kant, als ik video's van een jaar terugkijk, laten we het even positief houden. Ondanks dat ik weinig ben gegroeid, zie ik wel echt dat de kwaliteit van mijn beeld echt heel veel vooruit is gegaan. Dat ik gewoon wat interessanter praat voor de camera, vind ik zelf. Het is, ja, gewoon allemaal net even wat beter. Maar ja, iedereen ontwikkelt zich ook in een jaar tijd. Nou ja, goed. Echt, ik dacht gewoon... Oké, ik moet even een half minuut langer doorgaan, want mijn kaart was vol. Dus ik moest even een oud fragment verwijderen. Hallo, daar ben ik weer. Dit gebeurt me ook altijd bij iedere video. Ik vergeet van tevoren te kijken of ik genoeg ruimte heb. Dus dan hebben jullie dat ook weer een keer meegemaakt. Maar ik moet dus nog ongeveer 3 minuten. Best wel lang eigenlijk. Ik dacht, dat doe ik wel eventjes. Want ik had echt de need om dit met jullie te delen. Maar ja, nu weet ik gewoon niks meer. Nu heb ik gewoon een soort van blackout. Dus dat is echt helemaal niet leuk. Ja, ik heb nu nog ongeveer 1,5 week vakantie. Dan moet ik weer beginnen. Ik zie daar wel een beetje tegenop. Ik vind het ook wel weer heel leuk. Als ik eenmaal bezig ben, dan is het altijd hartstikke prima. Maar ik heb er best wel moeite mee als je echt 6 weken, want dat is natuurlijk als je leerkracht bent, dat is wel echt een voordeel, vakantie heb gehad, bijna 6 weken. Ik raak daar ook zo aan gewend en ik verveel me niet snel, want ik heb natuurlijk YouTube om me op te storten, zeg maar. Op het moment dat ik niet leuke dingen doe en zo. Dat ik dat lastig vind om dan weer in het werkritme te komen. Want dan moet ik dit ook weer op een andere manier gaan vervolgen. Wat denk ik wel beter voor me is. Want dan is mijn focus ook wat minder op de reacties en de likes en de views en zo. Laten we eerlijk zijn. En ik weet toch van mezelf dat ik er altijd wel tijd voor maak. Maar dat is gewoon altijd weer even wennen. Maar tegelijkertijd ook weer heel erg leuk hoor. Want ja, het is heel leuk om mijn collega's weer te zien. En ik kijk ook gewoon wel uit naar wat er dit jaar me allemaal te wachten staat op mijn werk. Dus het is gewoon even schakelen altijd. En dat duurt meestal eventjes bij mij. Ik heb nu wel gewoon gelukkig ik merk dus ik wilde thuis ook nog iedere dag doorvloggen. Maar ik heb zoiets van misschien hebben jullie ook wel echt een... gewoon te veel video's van mij. Dan, ik kan me voorstellen dat je dan ook helemaal gek van wordt. En dan wil je het niet meer zien.
Dus nu twijfel ik weer of ik daarmee door wil gaan. Ik zal jullie eerlijk zeggen, ik heb vandaag niet gevlogd. En dat komt dus ook door dat besef wat ik kreeg, wat ik jullie net allemaal verteld heb, denk ik. Gisteren heb ik wel gevlogd, toen was ik met Marco een dagje in Den Haag. Dus dat was ook gewoon een heel erg leuk vlogje. Maar als ik vandaag had gevlogd, dan was het ongeveer hetzelfde als deze video, ben ik bang. Dat ik alleen maar zit te kletsen en te doen en zo. Nou ja, misschien morgen weer. Morgen komt Leonie hier, superleuk. Dan gaan we samen twee challenges opnemen. Het is altijd wel heel erg leuk om samen met iemand een video op te nemen van All About Leonie trouwens. En we hebben wel twee hele leuke video-ideetjes, maar ik ga ze nog maar niet verklappen, want ik weet niet of zij dat wil. Ik geloof dat ik echt bijna door de tijd heen zit. Nog één minuut, want ik moest dus, of nog een halve minuut, want ik moest een halve minuut langer doorgaan. En ik denk dat ik dan ook wel gewoon ga stoppen. Het is best vermoeiend om zo in één stuk door te praten zonder dat iemand dat terug zegt. Ik geloof niet dat er heel veel stiltes zijn gevallen. Gewoon af en toe echt zo'n blackout. Dat ik denk, wat ben je eigenlijk aan het zeggen? Ik ben altijd iemand die als ik praat heel veel, als je het in een zin zou zien, nu doe ik het alweer, heel veel aanhalingstekens ertussen zou zien en streepjes met allemaal zijweggetjes die ik binnen een zin insla. Om dan vervolgens pas weer terug te komen op waar ik mijn zin eigenlijk mee begon. Omdat ik gewoon te veel wil zeggen. Dus dat was eigenlijk wat ik met jullie wilde delen. En deze video is wel echt de makkelijkste ooit om op te nemen. Want ja, qua editen, je mag niks knippen of mooier maken of wat dan ook. Dus hij gaat gewoon zo online. Ik weet niet of ik officieel mag poseren voor een thumbnail, maar ik denk toch maar wel dat ik dat doe. Want er zit nooit iets charmants tussen als je ondertussen aan het praten bent en je mond gaat zo op en neer. Dus dat doe ik gewoon. Ja. En dan ga ik hem alweer vandaag online zetten. Omdat ik toch nog een beetje die verslaving heb. Maar er zijn er gewoon al drie. Ja, ik weet niet. Ik merkte dus ook dat de vakantievlogs niet genoeg bekeken werden. En ik dacht, ik wil snel terug naar de vlogs die ik nu maak en gewone video's. Want misschien vindt gewoon niet iedereen het leuk. Dus ik heb vandaag dan drie vakantievlogs online gezet. En ik denk dat ik deze video ook gewoon online ga zetten. Maar dan is het echt zo'n overkill. En waarom doe ik het dan? Dat is gewoon een beetje dat verslavende, denk ik. En hopen dat het dan in één keer beter gaat. En ik snap gewoon even niks van mezelf. Maar ik deel het wel even eerlijk met jullie. En ik ga het toch doen. Ik weet toch wel dat ik me niet kan weerhouden. Want ik wil dan weer gelijk weten wat jullie ervan denken. Zo oppervlakkig en stom van mezelf. En misschien ook gewoon heel erg menselijk. Ik weet niet. Was dat het? Ja. Ik denk het wel. Ik ben in ieder geval lang aan de tijd. En dit kost verder echt nul editwerk natuurlijk. Dus dan weten jullie een beetje hoe het ervoor staat. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Of jullie mij, dat zeg ik altijd verkeerd. Zit er gewoon in. Doei doei. Oh, ik moet jullie nog laten zien hoe ik poseer voor de thumbnail. Want anders knip ik alsnog. Dus ik heb hem weer aangezet. Is niks gebeurd verder. Mijn haar wil dan nooit meewerken. Zo ongemakkelijk om dit te zien volgens mij. Soms heb ik ook echt fucking neplachs. Meestal probeer ik een beetje geluid eruit te maken. Sorry. Het is echt heel awkward. Maar ja. Ja, zo moet het wel goed zijn. Ik heb er geen zin meer in.